Hey mensen, welkom bij weer een nieuwe video. Ik sta weer even in Alkmaarse Bloemwijk, dit keer in de Leliestraat. En ik heb begrepen dat ze later dit jaar aan dit deel gaan beginnen met de sloop. Ja, want dit deel gaat ook helemaal weg, hier langs het spoor en alles hierachter. Ik heb begrepen dat dat later dit jaar gaat gebeuren. Dus, nog maar even een rondje maken hier al, want dit is nog heel even zo. Het voor mij zo bekende beeld van de Leliestraat, vanuit de jaren 80 ken ik het zo. En binnen niet al te lange tijd zal het er heel anders uit gaan zien hier. Nou, in ieder geval niet zoals de overkant. Er komen hier wel gewone huizen te staan. Dus niet zo'n blok. Nee, ik vind er nog steeds niks aan die overkant. Maar ja, goed, het staat er. De CB Bruinvisstraat. Dit hier blijft staan. Dat daar verderop ook. En dit gaat allemaal weg. Inclusief het huurblok in de Leliestraat. En daar verderop op de hoek, dat is ook koop. Dus even die kant oplopen in de Bruinvisstraat. Ik heb die huizen weliswaar nooit heel bijzonder gevonden. Maar toch hebben ze wel iets. Zeker met het idee dat ze weggaan. Dan toch wel zonde van zo'n huizenblok. Het is echt zo'n oude volksbuurt. Ja, en dat heeft wel wat. Er blijven er steeds minder van over in Nederland. Een oude zijgevel aan de Asterstraat, met aan de achterkant een tuinmuur. Ja, toch had dat wel wat. Het komt in het nieuwe weer, maar ja, het is nooit meer zoals het oude. Het huizenblok aan twee kanten van de Asterstraat. Het gaat alle twee weg. De typische steegjes uit de jaren 20. En aan die kant ook. Die gaan ook allemaal verdwijnen. Buiten de straten met historie, ook steegjes met historie. Ja. Het loopt niet helemaal kaarsrecht. Het zal met het nieuwe wel gaan gebeuren. Ja, dit heeft juist wel wat zo. Dat het niet helemaal recht loopt. Twee kanten schuttingen. Nou, het wordt ook allemaal heel anders. Dit is al redelijk oud. Niet zo oud als de wijk zelf, maar toch wel redelijk oud. Ja, een beeld dat helemaal gaat verdwijnen. Van jarenlang. Nou, dit is al deels gebeurd. Ik zal even in de volgende straat gaan kijken. De zijgevel van een huis aan de Bruinvisstraat. Met als je goed kijkt nog heel vaag de letter V zichtbaar. Ja, het is nog heel vaag. Want ik heb eens gelezen dat die letter dus is neergezet in mei 1945. Toen de Duitse bezetter verslagen was en Nederland dus was bevrijd. Toen is hier op deze zijgevel de letter V neergezet. Nou, dat is nog met echte kwaliteit verf geweest. Ja, dat maken ze zo tegenwoordig niet meer. Het staat er gewoon nog steeds. Het is heel vaag, maar het is nog een beetje zichtbaar. Nou, de verf van tegenwoordig is na een jaar al verdwenen van een zijgevel. Dus dat is nog echte kwaliteit. En mooi dat het er nog staat. Het is alleen wel jammer dat het weggaat, want ja, het is wel een stukje historie. Het is helaas ook niet iets beter bewaard gebleven, maar het is wel mooi dat het nog steeds een heel klein beetje zichtbaar is. De V van Victory, na de oorlog. En dit gaat ook allemaal verdwijnen. Wat ik aan deze straat wel mooi vind, dat is die hier nog losse dakkapelletjes. En hier ook deels nog. Niet zoals dat je daar verderop ziet aan één stuk. Wat je heel vaak tegenkomt hier in de buurt sinds de renovatie. Dit is nog mooi. Gewoon losse dakkapelletjes met stukken dak ertussen. Toch wel zonder dat dat weggaat hoor. Die dakkapelletjes zien er trouwens nog best knap uit. Ja, die zijn wel goed onderhouden. Trouwens, het schilderwerk van de gevel ook wel hier ook. Er markeert eigenlijk helemaal niks aan. Dit zijn nog echte kozijnen zoals het ooit was. Hè? En dat is van na de renovatie uit de jaren 80. Ja, gewoon één stuk glas. Saai. Dat andere vind ik toch veel meer hebben. De Daliastraat. Met het mooie verloop in het huizenblok. Ik heb begrepen dat het ook in het nieuwe blok terugkomt. Ja, dat doen ze goed, want dat past hier wel. Dat maakte deze straat altijd wel mooi. Zo dat verloop zo. Ja, de straat loopt niet helemaal recht. En dan is het wel mooi om het zo neer te zetten. Mooi dat ze dat ook in het nieuwe blok weer zo terugbrengen. Al worden het andere huizen. Maar het wordt in ieder geval enigszins herkenbaar.
En een hele brede steeg in de Daliastraat. Nog nooit doorheen gelopen. Nou ja, ik had toch nog een keer gedaan voordat het uiteindelijk weggaat. Neem maar dat hier wel weer een steeg komt. Of het op precies dezelfde plek is, dat weet ik niet. Maar er komt dan in ieder geval wel weer een steeg. Ja, nog nooit gelopen hier ook. Vaak in de Bloemwijk geweest, maar hier nog nooit gelopen. Nou, die schutting is er ook wel aan toe. Maar ja goed, die wordt niet meer vervangen natuurlijk. Dat gaat ze natuurlijk niet meer doen. Ja, de hele brede steeg. Oud, maar het heeft wel iets, dat oude. Dat vind ik altijd in dit soort buurten. Mooie begroeiing om de schutting. En hier ook. Allemaal oude schuttingen en begroeiing. En ook hier verderop in de straat weer zo'nzelfde brede steeg. De oude zijgevel. Hier het zijmuurtje met begroeiing. En verder ook allemaal begroeiing. Ja, dat zal je hier straks wel niet meer tegenkomen in stegen. Nee, dat zal wel allemaal moderne schuttingen worden. Ja, ik vind dat de oude wel wat hebben hoor. Oude heg. Hier ook. Gedeeltelijk schutting. Ja. Niet allemaal zo recht en zo hoekig. Toch heeft het wel wat hoor, zo'n oud steegje. Een heel klein bordje Hulsthof. Nou, het staat daar anders vele malen groter hoor. Dus ik snap niet zo goed waar dit bordje voor nodig is. Nee, want als je het zoekt, kun je het heel duidelijk vinden. Ha. Zo, de helm staat weer op. En dat betekent dat ik weer aan het einde ben aangekomen van deze video. Dit was hem weer even vanuit de Bloemwijk. Even een rondje door het nog overeind staande oude gedeelte. En ik ga nu weer zeggen, tot de volgende.